In de achtste finales van de KNVB-beker treft Ajax onder 15 NAC Breda. De wedstrijd gespeeld op eigen toekomst. En hier is het Suleiman Alouche met de eerste goede actie van de wedstrijd. De bal komt bij Natsi Unuvar. En het is al vroeg 1-0. 10 minuten gespeeld. En Natsi Unuvar schuift de eerste goal van de wedstrijd binnen. Een goede actie van Alouche. Helemaal vrij gespeeld bij de penaltystip Unuvar. En die vindt dan het net. Max de Waal. Weer Alouche. Dit keer een mooie steekpaas naar Sontje Hansen. Gebruikt het lichaam goed en vindt dan de verre hoek. En dan is het meteen 2-0. Nog geen kwartier gespeeld. En Ajax al in een zetel voor een plek in de volgende ronde. Goeie goal van Sontje Hansen. Doe niet warmer dan. De Waal. Mooie opening. Hier is weer Alouche. Keer op keer aangever. Nu een prachtige omhaal van Unuvar. We zien het vaker op de toekomst dit seizoen. En dat scheelt niet veel. Of Natsi Unuvar heeft een weergeloze goal achter zijn naam staan. Nu biedt de keeper redding. Wel nog de corner en dan is het alsnog raak. Het is Ian Beelen die binnenkopt. Dit is het nieuwe juichen op de jeugdvelden tegenwoordig. Het gebaar van Antoine Griezmann. Maar de wedstrijd is al beslist. Dan NAC Breda. Een schot van heel ver. Keeper ziet er niet goed uit. Laat hem los. En een cadeautje voor de Bredanaars. Tommy van Butselaar pakt hem uit. En een fout van Ruben Simonyi. De ploeg van Richard Knopper in de tweede helft. Sontje Hansen. Bal kwijt. Maar hij jaagt goed door. En hij rovert hem. En dan is hier het intikken voor Suleiman Alouche. Hij verdient hem ook wel. In de eerste helft keer op keer aangever. En nu zelf een doelpunt achter zijn naam staan. Na het goede werk van Sontje Hansen. En zo wint Ajax onder 15 met 4-1 van NAC Breda. En staat het in de kwartfinale van de beker.